Als het een keer had gekund, dan was het vandaag geweest, hè? Ja, klopt, maar het is niet gelukt en dat is voor een groot gedeelte ook aan onszelf te wijten. Dat we, ik vind, toch te weinig ons eigen spel hebben gespeeld en dan doel ik met name op de eerste helft. Omdat Feyenoord goed begon, daar moet je ook niet moeilijk over doen, dat weet je. Want het blijft Feyenoord, het blijft het elftal wat gesteund wordt door een fantastisch publiek natuurlijk. Nou, daar hebben wij heel goed van geprofiteerd in de eerste helft door die counter te plaatsen. Je komt 0-1 voor, dus je zit in dat opzicht een beetje op rozen. En ik vond dat we daarna zeg maar, het voetballende gedeelte, dus in balbezit verhaal, lieten we het wel een beetje afweten. Waardoor we niet echt konden doordrukken om de echte genadeslag te geven. En de tweede helft begint Feyenoord enorm agressief. Hè, met twee wissels, weer het publiek dat erachter. Ze maken een geweldige goal. En daarna heb ik eigenlijk pas het elftal gezien, het Utrecht gezien, wat ik heel graag zie. Hè. Dan gooiden wij het van ons af en dachten van, hey, wacht even, deze wedstrijd gaan we winnen. En daar hebben ze alles aan gedaan, dus daar kun je ze ook niet zo heel veel in verwijten. Maar ja, we hebben veel kansen gecreëerd, alleen niet gescoord. En dan is het maar 1-1. En ja, dat is aan de ene kant teleurstellend. Aan de andere kant moet je ook reëel blijven dat je wel hier in de Kuip niet zo heel makkelijk punten haalt. Nee, normaal gesproken zou je dat inderdaad zeggen. Maar op een bepaald moment had ik wel het idee, nou, dat Feyenoord dat is geknakt. Ja, dat was ook zo. Dat heb je ook gezien. En dat hebben we zelf goed gedaan. Laten we dat voorop stellen. Want nogmaals, toen hebben we wel goed de vrije man gevonden. Toen hebben we wel diep gegaan. Ja, toen hebben we wel Feyenoord heel veel achter de bal aan laten lopen, waardoor wij die kansen creëerden. Alleen ze moeten er nog wel in en dat is dan de volgende uitdaging weer. Het moet dan inderdaad thuis gaan gebeuren tegen VVV Venlo, maar ik kan me ook voorstellen dat je wel met een bepaald trots gevoel hier de Kuip verlaat. Natuurlijk, als je een resultaat haalt als dit, dan moet je ergens in je achterhoofd, heb je altijd wel zoiets van ja, ik ben blij met het resultaat. Aan de andere kant, dat zou jij ook hebben, dat heb ik, ja, had er ook meer in gezeten en dat neem je altijd mee, maar... Morgen word je weer wat, dan kijk je weer en denk je van ja, we hebben toch gewoon een punt gepakt. En ondanks dat er meer in zat, is het niet gelukt. Maar ik heb wel met name de laatste half uur echt wel een goed elftal gezien. En dat vind ik dan ook wel weer mooi, ondanks dat je niet wint.